Het is woensdag 19 mei. De leden van Videoclub Realtime zullen het eiland Pampus bezoeken. Er zal gefilmd worden in teams van 2 personen. Een privégids zal ons rondleiden in het fort. De komende 2 uur, denk ik, ongeveer tot 100 uur jullie beschikking. Bootje zal teruggaan rond de klok van 1 uur. Ik zal even toelichten. We zijn een videoclub en een van de problemen is vaak toch om het goed geluid thuis te houden. Dus we hebben gedacht, nou is een leuke reden om dat nou eens op deze manier te doen. Dat het verhaal er ook eens een keer goed op komt. Het kan misschien zijn dat we met een eigen groep een paar keer vragen of we misschien een keer iets willen herhalen of zo. Ja, maar goed. Of dat mag dan. Ja. Welkom op Fort Eiland Pampus. Mijn naam is Peter Klaassen en ik ga u in ruim een uur door dat fort heen leiden. En dan beginnen we uiteraard met de geschiedenis van Pampus. Ruim 100 jaar geleden, 1887 om precies te zijn, is men gestart hier met de aanleg van een Fort Eiland Pampus. De reden daarvoor was de Duitse keizer, keizer Wilhelm. Had oorlog gehad met Oostenrijk in 1870 nog eens met Frankrijk. En toen werden ze hier in Den Haag toch een beetje benauwd om het hart. Want die Duitsers konden met zijn marine ook via de Zuiderzee Amsterdam bereiken om Amsterdam te gaan beschieten. Pampus is een onderdeel, althans het Muiderzand is een onderdeel van de ondiepte Pampus. En daar het ondiepste gedeelte weer van, daar is uiteindelijk Pampus opgebouwd. En toen hebben ze eerst een sliplaag afgebaggerd en dan ga ik even naar die tekening hier. Die sliplaag werd afgebaggerd. Daar werd weer zand opgegooid. Dat heeft de tijd ingeklonken natuurlijk. Iets van 43.000 kubieke meter zand is erop gegooid. En toen zijn ze het weer gaan uithollen. En daar is uiteindelijk het fort ingebouwd op 3852 heipalen. Die 11 meter lang waren, houten palen. Goed, we gaan naar binnen. We gaan deze kant uit. Hier in de machinekamer. Hier stonden de 2 grote stoomketels in deze ruimte. Zoals je dat op die tekening daar kunt zien. De ruimte hiernaast. Daar stonden 2 stoommachines met dynamo's die de elektriciteit verzorgden hier. En die elektriciteit hier werd alleen maar gebruikt voor de verlichting van de leefruimtes. En met leefruimtes bedoel ik slaapzalen, keukens, gangen. Die werden elektrisch verlicht, maar de werkruimtes die werden niet elektrisch verlicht. En waarom niet? Omdat ze juist in die ruimtes verzekerd moesten zijn van licht. Want de stroom viel nog wel eens uit. En ik zal u ook gelijk laten zien waarom. U ziet hier van die porselein isolator of gewoon houten klosjes die in het plafond ingemetseld zaten. Daar liepen die kale leidingen langs, ongeïsoleerde leidingen. Elektriciteit kan vonken. En dan kun je dus echt niet hebben in de ruimtes waar je met kruid omgaat. Het zou levensgevaarlijk geweest zijn. Dus die ruimtes werden dus niet elektrisch verlicht, maar met olielampen. Ook levensgevaarlijk, maar wel op een hele veilige manier. We gaan zo meteen langs de ruimtes hier achter mij. Dat zijn slaapzalen. Ik blijf daar niet stilstaan. Het zijn allemaal dezelfde ruimtes. U zal zien dat er allemaal van die gleuven in het beton zitten. En dat heeft te maken met het feit dat daar de balken van de vloer op hebben gerust. Van die houten vloeren die gesloopt zijn. U ziet een nis in de wand. In die nis stond vroeger de kachel. Die kreeg het hooguit 10 tot 12 graden warm gestookt. Daar moesten de man maar mee doen in de winter. Ja. We staan hier in de ruimte van de commandant. En ik denk dat de man het in die tijd ietsje warmer heeft gehad dan de rest van de manschappen. Want de ruimte op zich is kleiner natuurlijk. Bovendien ook nog in 2 verdeeld. Je ziet hier nog gaten in het plafond waar een wand heeft gezeten. Want dit was een slaapvertrek en dit was zijn werkvertrek. En ook hij had in een nis daar de kachel staan. En de kachelpijp ging niet in dat grote gat daarboven. Maar gewoon onder in een nis in een gat. Die grote gaten in het plafond, dat waren de luchtkokers. Daar had je vroeger van die mooie smeedijzer roosters voor zitten, die je open en dicht kon draaien. Maar die zijn ook over het algemeen als souvenir meegenomen.
Wellicht is het opgevallen langs de ramen van die zware verankeringen. De ramen waren zo gemaakt dat ze uit de scharnieren konden worden getild. De kozijnen waren de binnenzijde van boven en van onderen voorzien van hele zware glijgoten, waarin stalen luiken liepen van die blindes met schietgaten. Zodat in oorlogstijd de ramen eruit werden getild, luiken werden dichtgeschoven en je kon zo van binnenuit eventueel het fort de gracht beschieten waar dan de vijand in zou komen. Nou, deze verbindingsgang wordt geschutgang genoemd omdat hij de twee grote geschutkoepels met elkaar verbond. Hij is breed vanwege die rails die erin ligt. Nou, die lag er niet voor niks natuurlijk. Die is erin gelegd, ook door de firma Krupp. Want daar kon je met lorries overheen rijden, van die platte wagentjes, om de zware onderdelen van die geschuttorens over te vervoeren. In dat rechthoekige gat daarboven, daar had je vroeger een observatiekoepel zitten. Dat was een kleine hefkoepel. Die kon door een contragewicht ongeveer zo'n stuk worden opgetild. Daar zat die waarnemer in, kon door een kijkspleet naar buiten kijken. Met een afstandmeter kon hij dan de afstand bepalen naar het doel. Ja, dat ding kon helemaal ronddraaien. Dat gaf hij door aan zijn commandant. En die gaf door middel van het spreekbuisysteem dat dan weer door aan de schutbemanningen, zodat ze daar hun munitie op konden aanpassen. We gaan deze kant uit. Goed, we staan hier in de grootste ruimte van het fort. En de functie van deze ruimte was vroeger waterreservoir. Dit was eigenlijk één groot waterbassin hier, wat nu houten vloer is. En wat u hier ziet is gewoon grondwater. Dat heeft hetzelfde peil als buiten het fort. Maar het water moet wel erin blijven staan, want dan zou het problemen leveren voor de heipalen. Het waren houten palen, dus die koppen moeten wel nat blijven, anders is het gebeurd met je fort. En u ziet een hoop rommel in liggen, zelfs tegeltjes die eigenlijk op deze vloer hier hoort te liggen, ligt daarin. Ik denk dat het zo laag met rommel is en als je het weg zou halen, dan zit je op de bodem van de IJmeer te kijken. Hier stond dan die grote watertank. Er kon ruim 86.000 liter regenwater wat buiten was opgevangen en via de machinekamer hier naartoe werd gepompt in opgeslagen worden. En van hieruit ging dat de distributie in. En hier had je nou, nog steeds een temperatuur rond de 10, 12 graden. En hoe komt dat? Ten eerste van die grote bak water die hier stond natuurlijk. Maar ook hier is alles op zijn dikst. Hier is het dak dus 6 meter beton. Iemand enig idee hoe dik die muur is? Ik heb hier een doorsnee. Wij staan aan deze kant. En we kijken hier zo tegen die gemetselde muur, dat is 1,80 meter. Dan een vulling van aarde van 10,90 meter. En dan nog een betonnen wand met een gang erin waar we straks nog doorheen zullen lopen. Waar je schietgaten hebt om eventueel de droge gracht aan die kant te beschermen. Bij elkaar 15,90 meter. Dit fort kon aangevallen worden en vernietigd worden als ze werden beschoten door schepen met een kaliberwapen aan boord dat net zo zwaar was als hier het zwaarste geschut of zwaarder. En dan hoopte men, ook in verband met de richtmiddelen in die tijd, dat ze dan eroverheen zouden schieten over het eiland. En mochten ze het eiland raken, dat het dan zou afketsen op die schuine rand van het dak en op die afgeplante geschutkoepels. Nou goed, zover is er nooit gekomen, want er is nooit één oorlogsschot gelost. Zowel niet vanaf het eiland als er naartoe. Het heeft dus nooit zijn waarde kunnen bewijzen. Wij staan hier in het centrum van het fort. Op de begaande grond bevond zich het machinekamergebeuren, om het zo maar eens te zeggen. Met in die grote nis daar de tandwielaandrijving met de stoommachine om de koepel te kunnen laten draaien. In het midden een grote hydraulische tank met handpompen en een stoompomp. Hier in het, onder deze houten vloer. Accumulatoren, dat zijn deze apparaten, holle pijpen met zware gewichten erop, waar onderin de olie werd gepompt vanuit de hydraulische tank hiervoor. En dat werd daardoor omhoog gepest tot die eerste etage en die zorgde voor een constante tegendruk voor de hydrauliek in de koepel. Wat werkte daarop? De elevatie van het kanon, dus de hoogteinstelling van het kanon, werd hydraulisch geregeld door middel van een hele zware stempel. Het voordeel was dat het schietgat klein gehouden kon worden. Een extra bescherming voor de soldaten die erin zaten. Het nadeel, het hele kanon optillen en één zo'n loop woog 20 ton. Wat het gekost heeft in die tijd? Nou, het hele eiland, om nog even in guldens uit te drukken. Het totale bouw van het eiland en het fort heeft 600.000 gulden gekost. En de uitrusting, dus de hele bewapening en alles wat erbij hoorde, 900.000 gulden. Dus bij elkaar 1,5 miljoen. En dat was toen een jaarbudget van Defensie in die tijd.
Goed, we gaan zo meteen door die gang achter mij. Dat is de kleine escarpgang. En hij is sleutelgatvormig gemaakt, deze vorm. Een hele sterke constructie. Want denk eraan dat het dak zwaar weegt. En als je ook nog granaatinslagen moet kunnen tegenhouden, moet je gewoon een degelijke constructie hebben, waardoor die gang niet zomaar spontaan in kan storten. Als we erheen lopen, heeft u misschien het idee dat wij dat gerenoveerd hebben, maar u zit er recht tegen stukwerk aan te kijken wat ruim 100 jaar oud is. En ook de vloer is ruim 100 jaar oud. Ja. Oké. Okay. Dit is dus die gang van die hele dikke muur van bijna 16 meter. Ja, ja. Oh, je hebt forten waar het heel fraai zit is hoor. Daar zit je in Carré zelfs. Fort Rijnouwen, ga daar maar eens keer kijken. Van de Franse wind. Nou, die laten we gewoon liggen, want die zal niemand meenemen. Mooi speciaal. En hier heb je een zelflozend systeem naar buiten. Al die vierputten stonden bij elkaar in de vier. En dan is het Dat wordt dan ook wel eens beer genoemd. Met een ezelsrug, die schuine kant, een ezelsrug, en daar dan een scheurbroek bovenop. We zijn hier de trap afgelopen, hier naar buiten. We hebben het eerlijke verhaal gehouden. De machinekamer ingegaan. Langs die slaapzalen, bij de commandantsruimte. Hier dat gangetje gegaan, die hoog gestoken. Hier die werkruimte doorheen gelopen, achter die schutbouwers. Hier bij de commandopost uitgekomen. Toen zijn we doorgelopen hier, door het gangetje naar dat waterreservoir. Ja. Dit is die hele dikke muur. Ja. Mm-hmm. Zijn we hier weer naar buiten gelopen, hier naar de westelijke schuttoren hebben we het kanonnenverhaal gedaan. Hier naar binnen gelopen, de kantine in, manschappenkeuken. En toen deze gang in gegaan. Oh, ja. En normaal steek ik hierover en ga ik hier dan verder. Maar u ziet het dus eigenlijk dezelfde gang. Ja. Verder doorgelopen, hier kwamen we die private tegen. Hier langs gelopen, dit was een manschappenwasplaats. En dit was ook een slaapvertrek vorig jaar. Tegenwoordig is het dan een rovershol voor de kinderen, een piratenhol. Mm. En dan zijn we hier naar buiten gelopen, door die droge gracht deze kant uit gelopen. Hier weer naar binnen en nu staan we hier. Ja, ja. Nu bijna het eind. Ik denk dat het zo goed is en nog drie keer. Ja, maar dan heb je los. Oh, het is in elkaar. Ja? Ik kom ook wat plukken. De kerstboom wordt. Ik ga ongegeneerd in de kerstboom wordt wel afgetuigd, hè? Jongens, heeft iedereen zijn spullen uit de gidsenkamer meegenomen? Sinds 1 april hier op dit schip, maar ik vaar mijn hele leven al. Ja? Ja. Was het leuk, Campus? Ja, heel erg leuk. En de meneer die ons rondleidde, deed het ook ontzettend enthousiast. Oké. Okay. Ja.